Daar zijn we weer. Nieuwe video, nieuwe kansen, nieuwe vondsten. En Barry heeft als eerste vondst, dus we gaan het even laten zien. Ja, en ik heb het kapaanborsteltje verbouwd. Want ik vond die staalborstel zo irritant, ik heb de haren eruit getrokken. Nou ziet hij er wel een beetje zielig uit, maar goed. Ja, maar hij werkt des te beter. Ja, ik zie eigenlijk gewoon helemaal niks. Nee, maar ja. Eerste leuke vondst ja. Is binnen. Op naar meer. Ja hoor, eerste muntje is ook binnen. Ja. Ja. Maak jij er maar wat van? Ik heb geen idee. Maar eerste muntje is een feit. Zo is dat. Live dik met Barry. Eén stap naast de munt. 94. Nou, dat kan of iets heel moois zijn, of helemaal niks moois. Nou, dan komt hij al. Het is wel fiets. Rond in ieder geval. Oh ja, en groot. En groot. En hol. Oh, dat is een horloge denk ik geweest. Oh ja. Wacht, zal ik die even pakken? Het lijkt toch wel... Ik weet niet of er nog meer in het gat ligt. Zal ik even luisteren. Zal ik dit even nemen dan? Ja. Er zit alleen niet zo'n puntje aan wat bij een horloge zit, normaal. Nee, ja. Ik weet niet wat dat is. Zo moet er zijn. Gewoon niks meer. Nou, dan houden we toch een horloge. Ja, dat was het. Nou, ik snap wel dat deze hard binnenkomt. Oh, dan ga je niet meer aan het filmen. Netjes doen. Ja, altijd. Niet alleen als ik film, hè. Oh, ja. Altijd netjes doen. Oh. Oeps. Ja, ja. Zeg maar, wat had je? Ja, ik had een gedaanring, maar ook wel een bijvondst, een oogvondst. Ik dacht, hé, mijn skatebal, maar gaat er niet op af. Want het is dus gewoon een... Een knikker. Een knikker. Hey, dat is leuk. Die, heb ik dan, die hebben we nog nooit gevonden. Wat had jij dan? Ja, zal ik dat ook even laten zien? Ja, doe dat eens even. Ik heb een vingerhoedje. Maar wat voor een? Een zilveren! Ja, je had hem al een klein beetje schoongemaakt. Hij glimt. Ja, ik moet hem nog wel echt zilver even goed... En helemaal heel. Helemaal heel en versierd. Dus ik ga hem thuis goed schoonmaken. En dan weten jullie het. Foto en beeld. Wel te laat voor die ene wedstrijd. Ja, van het vingerhoedje wedstrijd. Ja, ja. Nou, er komt vast nog wel een keer één. Maar zilver is binnen. Gefeliciteerd! Ja, wat heb ik nou weer? Iets van een versiersel. Geen idee waarvan. Kan van alles zijn. Ja, geen idee. Het lijkt een beetje op een sleutel. Hier zitten twee pinnetjes aan. Maar geen idee wat het kan zijn. Of waarvan. En ik loop trouwens vandaag voor het eerst met de nieuwe Gerrit Schep. En ja, het bevalt me wel goed. Het blad is heel klein. Dus ik dacht eerst van, oh, er moet best wel veel steken. Maar ik maak lekker diepe gaten. En ja, gaat wel lekker zo. Yes, Barry. Heb je een lach op je gezicht? Ja. Want? Ja, een zakhorloge, heel kleintje. Dat lijkt toch wel, glimt wel lekker, toch? Het glimt heel lekker. Ik ben reuze benieuwd. Ik hoop echt voor je dat het zilver is. Nee. Oh, dat is de wijzerplaat. Ja, dat is de wijzerplaat. Ja, dat kan. Die is niet van zilver. Nee. Ja, dat moet wel. Dat is echt leuk, zo klein. Schattig. Dames, horloge. Nou, dit is gewoon, heb je die wel eens gevonden? Zo'n kleintje? Nee. Superleuk. Ja, dat moet, het randje is al zilver. Ja, dat is absoluut zilver. Alleen de achterkant is eraf, zo te zien. Dus het is een bonkroest, lijkt het. Ja, dat is van die tandwieltje dan waarschijnlijk. Ja, van de binnenwerk. Nou, misschien ligt toch wel... Misschien ligt het dekseltje er nog in, maar zilver is binnen. Ja, even luisteren nog. Nou, er ligt nog wel wat. Ja.
Nou, nou. Nee. Ah, jammer. Had wel gekund qua... Een groepje. Nou, gefeliciteerd, Barry. Nou, dankjewel. En ik heb ook wat, ja, geen zilver, maar... Ja, een of ander pootje denk ik ergens van. Dus ik ga hem even schoonmaken. Nou, dit is de schoongemaakte versie. Nou, een raampen, helemaal heel. En een beste grote. Ja. Ja. Zeg het maar. Ja, twee lijken ringen. Ja, het lijkt inderdaad. De ene is ook iets groter dan de ander, of niet? Nou, dat denk ik niet. Oh. Ja, ik denk wel dat het een sieraadring is. Ja. Het is niet een ringding of een... Ik weet het niet, ze slagen bij elkaar ook, tegen elkaar aan. Ja, geinig. Ja. Ja, ja, ik heb weer zilver. En deze keer is het bestek. En het is heel. En het is geen lepel en het is geen mes. Het is een vork. Met een heleboel stempeltjes. Yes! Een zakmes. Nou, die vind ik tegenwoordig best wel vaak. Ik heb er al een hele verzameling van inmiddels. Nou, weer wat leuks. Een paard. En nog best wel een grote. Verf zit er nog op. En hij is bijna compleet. Alleen hier mist hij een been en volgens mij aan de voorkant. Maar super mooi. Heel blij mee. Ja, dit was het weer. Gaan uit. Een korte sessie. Maar wel drie keer zilver. Maar wel inderdaad drie keer zilver en andere leuke dingen gevonden. Dus ja, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke video. Vergeet niet te abonneren en dan zien we jullie later weer.